Gert Jacobs en ondergetekende, wij zijn er weer klaar voor, hè? Ja, zeker. En dat met een hele speciale aflevering, want we zijn vandaag te gast in Boven-Leeuwen bij Toebast aan de Van Heemstraweg. En daar vindt vandaag de loting plaats van de Kleuver Copa. En dat doen we niet alleen, dat doen we met een aantal bijzondere gasten, maar ook met publiek. Laat jullie even horen, maar, mensen. Ja, we hadden altijd gezellig, hè? We maken er een beetje van. Gert, hoe is het met jou? Ja, met mij bijzonder goed, want we rijden in het roze, hè? Bizar, hè? Ja. Bizar. Natuurlijk was het al mooi, die Giro, de staat in Nederland. Ook de Tour geweest en hier in de regio. En nog steeds in het roze. Hoe heet die beste jongen ook alweer? Steven Kruiswijk. Hey, hoe komt dat nou, hè, dat hij nu voor het eerst echt zich laat zien aan de top? Ten opzichte van de afgelopen jaren. Ja, we moeten natuurlijk niet vergeten dat Kruiswijk in het begin van zijn carrière al geweldig reed in grote rondes. En toen kreeg hij te maken met een blessure, een liesblessure. En dat heeft hem 2 jaar aan de kant gehouden. Dus dat zijn dan de 2 jaren dat wij hem niet hebben gezien. En vorig jaar, we hebben gezien, toen verloor hij in de derde 10 minuten. En eindigde hij toch nog op de 7e plek in het eindklassement. En in de koninginnenrit werd hij 2e. En schreef Contador in de krant dat Kruiswijk verreweg de sterkste was van die dag. En ja, Steven die heeft de kwaliteit dat hij in de 3e week ook als beste rijdt. Dat is zijn beste week. Nou ja, daar zit hij nu in. Dus dat kan niet anders dan dat wij... Waar ik nou zo benieuwd naar ben, hè? Als je dan voor die televisie zit. Zit er ook zo drang? Of niet? Ja, ik zit er wel. Mijn vrouw dacht altijd dat ik gek was geworden. Want toen Nibali en Valverde demereerden, zat Kruiswijk alleen. Dus zijn ploeggenoten die had hij niet meer bij zich. En dat is wel belangrijk in zo'n etappe. En ik denk, daar zit ik al voor televisie te zwaaien. Dadelijk gaat het mis. Doe je dat alleen bij het wielrennen of doe je dat bijvoorbeeld ook bij de autosport? Bijvoorbeeld als die Max Verstappen, hè, die heeft het ook hartstikke goed gedaan. Zit je dan ook zo, of niet? Nee, alle sporten, dat de volg ik op de voet. Ja, dat doe je met volle enthousiasme. Tuurlijk, dan Max Verstappen ziet iedereen. Dat is toch geweldig. Buitenaards. Dat is ook met volleyballen. Dat is ook als voetbal. Tuurlijk, met alle sporten. Voetbal valt wel een beetje tegen. Dit jaar zijn we er niet bij. Dat is wel jammer, ja. Jan Kolen van de Kleuver Copa. Ook verbonden aan RKTVC. Ben je ook zo sportminded? Nou, ik vind het wel leuk, ja. Zit jij dan ook, zeg maar, met je volle enthousiasme voor zo'n televisie, of beleef je dat in alle rust? Nou, kijk, je moet zo zien, ik maak elke wedstrijd van Achilles 29 mee in de Jupiler League. En dan, als ze een goal maken, sta ik huis al op de bank, hoor. Ja, dat heb ik ook weer gezien op een afstandje. Zijn, ja, dat was ook weer een apart gezicht, moet ik zeggen. Ja. Hey, betrokken bij de Kleuver Copa. Ja. Dat toernooi dat heeft een hele metamorfose meegemaakt eigenlijk in het afgelopen jaar. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, kijk, een metamorfose. Er zijn gewoon enkele mensen die dachten na 15 jaar van we stoppen ermee. En die zijn weggegaan en die zijn weer teruggekomen. En toen zei dus Jan, het hele clubje, dat gaat niet gebeuren. Ik ben daarbij geweest en John is daarbij geweest. John Smits. En wij zijn gewoon met het hele clubje weer bij elkaar gaan zitten. En we gaan er gewoon nog een keer 15 jaar tegenaan, joh. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed en een mooi breed. En applaus waard, hè? Ja, zeker. Denk ik. Ja. Dat is wel de spirit die je moet hebben om zoiets te doen, hè? Want het blijft allemaal vrijwilligerswerk natuurlijk. Ja, nou, buiten dat, kijk, je hebt die 80 mensen die daar een paar dagen, trouwens een hele week, eigenlijk mee bezig zijn. Mm-hmm. Die mag je nooit vergeten, want dat zijn de belangrijkste pionnen die je hebt. Ja. Want zonder stenen kun je een huis bouwen. En zonder vrijwilligers bouw je helemaal niks, hoor. Hey, de Kleuver Copa, dat is het toernooi voor jongeren. Hoe zit dat precies in elkaar? Onder de 17. Onder de 17. Ja. Je hebt ook alle spelers meegenomen. In zijn tijd was het een hele goede middenvelder, heb ik wel eens gehoord. Ik heb nooit tegen hem gespeeld. Maar goed ook. Omdat we in een ander district zaten. Maar. Wie is jouw partner? Wim van de Heuvel. En Wim, die is ook betrokken bij de organisatie? Jazeker. Wim is verantwoordelijk voor al het wat gebeurt op het veld, rondom het veld. Onder het veld. Nou ja, onder het veld niet, want daar hebben we tegenwoordig knijnen zitten. Dus. Het is weer een apart verhaal, want bij RKTVC hebben we konijnen in het veld, hè? Of op het veld, onder het veld. Ja, anderhalve meter diep, leuk joh. Kan toch niet goed gaan? Nee, het kan niet goed gaan. Hoe loopt dat? Ja, dat weet ik niet. Kijk, de gemeente is gelukkig met groot onderhoud begonnen aan het veld.
Maar die knijnen zeiden, joh, daar kunnen wij veel buiten. Dus als je het nu ziet, ja, het is helemaal een ramp. Maar ja, daar kijk je niks aan om, dat heb je met die beesten. Ja, tuurlijk. En ja, het is de natuur, hè, zeg maar. De Kleuvenkopa. Het nieuws wat er te vertellen valt. Vertel. Nou, kijk, we hebben natuurlijk een schitterend deelnemersveld. Dat zullen jullie direct wel zien als de loting gaat beginnen. Ja. En tot vorige week donderdag, eigenlijk tot, ja, tot gisteren, was het nog niet zeker of dat de 12e deelnemer er zou zijn. Want dan ben je wel rond met zo'n deelnemer. Maar dan gaat het dus om, hoe komen ze hier naartoe? We hebben tickets nodig. En dat is, overal is dat iets moeilijker. Want als je voor 24 personen tickets moet halen en je bent een dag te laat, dan kan je zomaar €50 per persoon meer kwijt zijn. Dus de mensen die daarmee bezig zijn geweest, neem ik mijn petje vooraf. Het is Lazio Roma die gaat komen. Dus we hebben een schitterende troef in handen. Maar vergeet ook de Nederlandse ploegen niet die er zijn. Want AZ is de beste jeugdafdeling van Nederland. Nou, je Feyenoord, noem maar op. Geweldig, geweldig deelnemers. Maar ik heb ook gehoord dat je moet hier wel gespeeld hebben, anders ga je de top nooit halen. Als je niet in Tiel hebt gespeeld bij RKTVC onder de 17, dan kan je het Nederlands zelfs al vergeten. Kijk, ja, nou, dat vind ik een mooie uitspraak. Dat is goed, dat zijn wel goede berichten. Al die spelers die in Nederlands elftal gestaan en die er nog in staan, die hebben allemaal bij RKTVC gevoetbald. Robin is 3 jaar geweest. Bij Oer, dat kan toch helemaal niet? Jawel, want ze hadden hem iets ouder gemaakt de eerste keer. Ja, ja, ja. En toen is hij 3 jaar geweest. Kijk wat de foto's in. Dan gaan wij nog even bij VVB dan bellen, hè? Je moet zo zien. Al die mensen halen toch trucken uit. Kijk, toen waren we nog van in Nederland van, je mag niet ouder zijn om hoger te kunnen voetballen. Als iemand talent hebt, dan moet hij toch hoger kunnen, of niet? Ben ik helemaal met u eens. Ja, dat is in de wielersport ook. Ja. Als iemand 18 of 19 is en hij kan met de 25-jarigen mee, dan zeg je toch niet, gat is bij die 12-jarige fietsen, joh. Helemaal mee eens. Ben jij ook nodig in het wielrennen, man? Ja, ja. Nee, maar kijk, het wielrennen vind ik ook een hartstikke mooi sport. En of jij maar bij ons komen, dat kan ook. Kijk, ja, de passie heb ik wel. Dat hebben jullie ook. Kijk, en gelukkig in Tiel mogen we daarvan meegenieten. We, ja. We hebben een mooie profronde. En die mensen doen ook heel veel goed werk. Ik kan heel veel sporten wel waarderen die in Nederland. En zeker Max Verstappen. Want ik stond wel op de banken, hoor, toen die eerste wet. Mooi, ja, dat vind ik geweldig. Ja. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook mooi. Ja. En dat een sport is überhaupt mooi, hè? Het verbindt, het geeft saamhorigheid. Ja, nou ja, kijk, het doet alles eigenlijk met de mens wat je nodig hebt. Ja, je hebt successen, je hebt teleurstellingen en soms zit er nog wat anders bij. Maar als je nou elkaar weer een schouderklop geeft of je praat erover, dan kom je weer verder. Ja, en daarom mogen we ook trots zijn op de Kleuvenkopa, het RKTVC toernooi. Ja, ik denk het wel, dat zowel op RKTVC en de Kleuvenkopa, dat iedereen daar trots op mag zijn. Wanneer is het toernooi precies? 13 en 14 augustus. Wegkruisen in de agenda? 13 en 14 augustus. Dat is op een zaterdag en een zondag? Een zaterdag en een zondag. En ik neem aan dat jullie daar zijn. De maat zijn we dit doen. We gaan er zijn er zeker bij. We gaan er een feestje van maken. Daar staat, Gert. Daar staat. Ja, dat is bij deze staat op camera, dus is het klaar. Ja. Je bent wel gelijk slim, hè? Ja, maar heb ik mijn opleiding in de Hey, bedankt voor de toelichting. Oké, okay, goed. In Sportcafé Rivierenland, nu aangeschoven Kees van Wonderen. Kees, een bekend gezicht en een bekende naam. Mensen die jou niet kennen, waar moeten ze jou van kunnen kennen? Ik denk als oud-speler van met name Feyenoord. Daar heb ik 8 jaar gespeeld. Maar je bent een Gelderlander, hè? Ook jarenlang bij NEC gevoetbald. Klopt, ja. Ik heb 3 jaar, daar ben ik begonnen als betaald voetballer. Ik heb 3 jaar bij NEC gespeeld. Maar niet geboren, maar wel getogen in Bennekom. Daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. Tot mijn 22e in het eerste gespeeld daar zo. En toen naar NEC gegaan. Ja, en een vaste waarde natuurlijk bij Feyenoord. Grote club. Van alles meegemaakt natuurlijk. Ja, mooie dingen meegemaakt. De laatste keer kampioen geworden in 1999. Natuurlijk de UEFA Cup gewonnen in 2002. Daar was jij bij, hè? Jij zat in dat elftal. Ja, daar was ik onderdeel van. Dus dat zijn unieke momenten. Die 22, zei je net, was je nog bij Bennekom. Ja. Dat betekent wel dat je een laadbloeier was. Ja, klopt. Hoe
Want de meeste voetballers die gaan toch al heel snel, 17, 18, 19, naar een professionele club. Ik was altijd een jongen die was wel talentvol en die viel altijd wel op, omdat hij iets meer kon als een andere jongen. Alleen waar anderen begonnen te groeien, daar bleef ik een klein, tenger mannetje. Tot mijn 18e, ik ben heel laat gaan groeien. En toen ik uiteindelijk ben gaan groeien, toen ging het alsnog snel, maar wel allemaal wat later. Nou, ik ken jou met name van de Feyenoordtijd, een harde werker. Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Je komt nergens zonder hard te werken. Dus dat is wel een eigenschap die bij mij past. Ja, ja, dat zeg je heel bescheiden, maar je was een vaste waarde. Ja, ik heb altijd, altijd gespeeld. Mijn waarde gehad, inderdaad. Zonder er bovenuit te springen. Dus ik denk dat ik ook een teamspeler ben. Ik zit zelf ook niet te wachten om de eerste viool te spelen of dat alle aandacht naar mij gaat. Ik denk dat je dat altijd in een team doet. Dat geldt ook voor... Bescheidenheid zie je te mens, maar bij tijd en wijle mag je best wel laten zien van, hey, kijk eens, kan er best wel wat van. Nee, natuurlijk, je bent best wel trots op wat je gepresteerd hebt en daar kijk je met voldoening op terug. Maar ik besef me terdege dat ook in het werk wat je tegenwoordig doet en wat iedereen doet, denk ik, dat je het uiteindelijk met elkaar doet en dat het dat veel leuker is om dat met elkaar te doen en ook de lol daarvan te delen met elkaar. Ja, dat spreekt mij ook wel enorm aan, dat je dat zegt. Weet je wel, want dat is natuurlijk ook zo. Het beste team heeft ook het beste resultaat. Want niemand kan het alleen. Weet je, je zult het toch met elkaar moeten doen. Dat zien we in de wielersport, maar in de voetballerij is dat natuurlijk ook zo. Je speelt daar met 11 man. Dat denk ik twee tussen heb die er een beetje een walhalla van maken. Dan valt het een hele team uit elkaar. Ja. Ja. En je moet af en toe ook uit de wind kunnen rijden, zoals dat bij jullie. Ja. Dat moet je even je plaats kennen. En dat vind ik het mooie van iets bereiken, dat je het met elkaar doet. Jij bent bondscoach tegenwoordig voor de spelers onder de 17, zeg ik dat goed? Ja. Als we het even over bondscoach, die staan natuurlijk best nogal onder druk. Als we het met name over het eerste hebben, hè, over Danny Blind. Ja. En dan ga je waarschijnlijk praten met een KNVB-pet op. Maar het is toch een drama. We zijn er gewoon niet bij. Het is een drama voor het Nederlandse voetbal. Daar is iedereen het wel over eens. Ja, wij horen nou? daar te hoe zijn. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat? We hebben toch niet het slechtste materiaal van Europa? Ik denk dat het het gevolg is van een heel succesvol WK. Waarin we uiteindelijk heel ver zijn gekomen tegen alle verwachtingen in. Ja, derde. Derde. Derde van de wereld. Ja, en vervolgens ga je de kwalificatie in met die wetenschap zonder dat wij echt topspelers hebben. Als wij Robben niet hebben, dan hebben we niet veel topspelers. Ja, en dan kan het ook zo. Van Gaal had er wel een collectief van gemaakt. Ja. En dat collectief was er niet meer. Ligt daar misschien ook een beetje aan de mentaliteit van spelers? Omdat ik hoor jou praten. Je zegt van, ik was heel dienstbaar, ik kende mijn plek, ik voerde mijn taak uit. Dat was mijn ding. Ik deed gewoon wat ik moest doen. Onze spelers nu van de huidige tijd, die bijvoorbeeld een rol moeten vervullen of op de positie staan waar jij stond. Hebben die ook wel dezelfde... Ja, die jongens heb je nog wel. En dat is uiteindelijk ook de rol van een coach. Hè, dat hij de juiste, niet de beste spelers kiest, maar het juiste team formeert. Precies. Maar het moet ook goed in de hoofden zitten. En wat ik net probeerde aan te geven is dat als je vanuit een succesvolle periode komt en je moet dan opnieuw een kwalificatie ingaan zonder dat je je topspeler hebt. Dat is moeilijk. Dan kan het, ja, dan in dit geval is dat dus niet gelukt. Maar Nederlands hoop als het over voetbal gaat, daar heb jij zicht op. Ja, gedeeltelijk. Hè. Je bent de bondscoach, je stelt de beste op. Dat klopt, maar het is onder 17, dus ze staan aan het begin van hun carrière. Hè. De grote sterren van nu misschien, of die in de spotlight staan. Dat wil helemaal niet zeggen dat je straks ook nog op dat podium staat. Nee, okay. Hè, je moet tegen een hoop zaken bestand zijn. De aandacht, de wilde, kun je die dragen. Hoe is de aanwas? Nou, we hebben best wel talent. Hè. Dat verschilt natuurlijk per lichting. En de jongens waar ik dan dit jaar mee gewerkt heb, dat is de jongens van 99, zoals het heet. Dat is best een behoorlijke lichting, daar is behoorlijk veel talent. Ik moet zeggen, we zijn met z'n allen bezig in Nederland om te kijken hoe we het Nederlandse voetbal beter kunnen maken. Maar we doen ook, dus de clubs en de trainers in Nederland doen ook een hoop dingen goed om goede spelers op te leiden. Die technisch, mm-hmm. Zowel tactisch, goed onderlegd zijn. Waar ben jij nou fan van? Sorry dat ik je onderbreek. Van welke manier van coachen? Van welke manier van coachen? Zo'n Van Gaal, die wordt toch op handen gedragen door de spelers. Meer de leraar.
Of ja. Het lossere? Of ik een denk combinatie. Dat je dat heel erg, tenminste, ik weet niet of ik dat beheers, maar dat je heel erg af moet laten hangen van hoe de groep in elkaar zit. Als je het idee hebt dat een groep sturing nodig heeft, dan moet je sturing geven. Als je denkt dat een groep zelf sturend is, dan kan je er wat meer van af. Kun je meer de verantwoordelijkheid bij de groep leggen. En soms moet je er bovenop knallen en soms moet je er vanaf blijven. Soms moet je ze positief, soms moet je ze wat strenger aanpakken. Dat is ja. Dat hangt van, dus van de situatie van de spelers af. Is dat in het wielrennen ook zo, Gert? Ja, Raas was een hele autoritaire coach. Weet je, alleen op momenten dat het moest. Maar die kon ook wel afstand nemen. En die kon de teugels ook wel een beetje laten vieren op momenten dat wij dat nodig hadden. Ik vind het heel mooi trouwens, wat hoe jij dat formuleert. Want ik denk dat dat ook de juiste manier van coachen is. Er bestaat niet één manier. Heel autoritair zijn. Je moet dat wel laten afhangen van de groep. Ik vind het prachtig hoe jij dat memoreert hier. Ja, laatst las ik van een coach, die had het over empathisch vermogen. Dat de belangrijkste eigenschap is van een coach. En ik kan me daar helemaal in vinden. Je moet heel erg, volgens mij, het inlevingsvermogen hebben om aan te voelen wat is de behoefte van de groep. Ja. Moet ik ze nu een tik op hun hoofd geven? Of moet ik nu een aai geven? Of moet ik nu, dat is eigenlijk wat je in je vingers moet hebben, wat je moet voelen. Dat is de kwaliteit, in mijn beleving, van een coach. En daar heb jij dat? Ja, jongen, natuurlijk heeft hij dat. Dat gaat hij zelf niet zeggen. Maar dat horen we nou toch wel aan zijn verhaal. Dat is gewoon, want dat wil jij zelf niet zeggen. Want zo trapte jij ook af. Je zegt van, ik weet niet of ik dat wel bezit. We hebben hier verdorie Kees van Wonder aan de tafel zitten. Ik vind dat hij bang moet zeggen. Natuurlijk heb ik dat. Nee, maar als je kijkt naar zijn carrière, is het toch fantastisch? Dat is toch zo? Maar ook hoe hij dat... Ik bedoel, dat alleen al is een applaus waard, hoor. Ja, dank je wel. Feyenoord, dan ga ik natuurlijk niet vervelend doen, want er zullen hier best wel Feyenoord-fans zijn. Maar de laatste grote prijzen, daar was jij onderdeel van. Ja, daar was ik bij. Maar goed, ik heb dus geen valse bescheidenheid, maar ik probeer altijd wel reëel te zijn. Hè. Je hebt soms ook wat ik net al zei, het team nodig. Mm-hmm, tuurlijk. Je hebt een beetje geluk nodig. En als je reëel bent, ik was niet een topspeler. He, maar ik was een goede speler die inzicht en teamspeler was. En ik had het geluk dat ik in een situatie terechtkwam met andere goede spelers die wat prijzen hebben gewonnen. Ja, daar mag je alleen maar blij om zijn. En daar was ik onderdeel van. Ik was daar niet de bepalende speler van, maar een onderdeel van. En, doe je nu eigenlijk weer. Ik vind dat jij een held bent uit het Nederlandse voetbal. Nou, dat mag jij vinden, dankjewel. Ja. Nou. Ja, dat vinden wij allemaal met elkaar hier, hoor. Ja, dat denk ik, dat weet ik wel zo. Gert, even terugkomend op Jan Raas. Die heeft mij verteld, ik heb laatst contact met hem gehad. Die heeft mij namelijk verteld waarom dat jij je haar hebt afgeschoren. Hij trok jou namelijk regelmatig eventjes zo terug. Klopt dat verhaal of niet? Nou, hij heeft me niet aan de haren getrokken. Maar weet je, in zo'n koers... Nu rijden ze met oortjes, Kees, hè? En dan kunnen die ploegleiders allerlei informatie doorgeven. Maar Raas, die kwam uit een tijd, wij werkten niet met oortjes. Dus als hij een opdracht mee wilde geven, kwam hij iedere keer met die ploegleidersauto in een peloton gescheurd. En dan deed hij zo'n klakson, zo'n vijftonige horen. Dus wij wisten dat onze ploegleider aankwam. En we wisten ook altijd dat we iets gedaan hadden waar hij echt niet blij van werd. Dus we dachten allemaal... Ik moet niet de eerste renner zijn die te pakken krijgt, ja, weet je? Dus al die renners naar voren. En Raas, natuurlijk, die werd nog bozer. Want die denkt, ja, ik moet er wel eentje hebben. Ja. Nou, de eerste die dan te pakken had, die was niet blij. Dat kan ik je wel vertellen. Dat was volle pop-op. Ja, maar wel een geweldige coach. Maar ik moet zeggen, ik heb zelf ook wel zo'n trainer gehad die hard kon zijn en bovenop zat. Wie was dat? Maar op het moment dat ze rake dingen zeggen, dat je voelt, maar ze hebben wel gelijk... Dan begin je ook wel te lachen, want dan is het mooi, dan raakt het je en dan is het niet alleen maar schreeuwen of hard zijn. Wie was die trainer? Of ga je dat nou, ik heb Ronald Spelbos gehad bij NAC bijvoorbeeld. Ja. Die kon je echt. Was ook nog een van de oude stempel, hè? Ja, niet lullen maar boven op je. Niet lullen maar poetsen. Ja. Ja. Maar als je het gevoel had dat hij met jou bezig was, dat hij probeerde, hè, dat hij dus dingen zei die waarvan je dacht, daar heb ik wat aan, dan vind je dat eigenlijk alleen maar mooi. Omdat je beter wil worden. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ja, mooi. We gaan even snel het een en ander wisselen. Want het is er tijd voor de eerste ronde. Die gaan we zo dadelijk behandelen van de loting van de Kleuverkoper. Want daarom zitten we hier.
In Sportcafé Rivierland zijn we aangekomen bij de loting van de kleur van Copa. En daarom hebben we hier aan tafel zitten Sjaak de Wit. Oké, wij gaan loten samen met de heer Van Wonderen en dadelijk nog met twee andere gasten. Waarbij ik de pool trek en de heer Van Wonderen de teams. Nou, dat klinkt goed. Je hebt drie bakken staan. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Loting 1, of loting 1 in pool 1 zit, van bak 1 zit de pool, bak 2 zitten twee ploegen, bak 3 zitten drie ploegen. Dat betekent dat hier drie buitenlanders in zitten en RKTVC. Oké. Okay. Nou, laten we maar eens gewoon beginnen. Laten we maar beginnen. Balletje 1. Balletje 1. Ik heb er ook over. Het is nou best wel lastig hè, om zo'n briefje te krijgen. Pool B. Pool B. Plaats 6. En wat houdt dat nou precies in? Want je zegt Pool B, plaats 6. Daar wordt het programma op samengesteld. Oké, okay. Volgende balletje. Ik mag uit de tweede bak een balletje pakken. Dat staat symbool voor een ploeg. En die ploeg is... Rapapa. Cerezo Osaka. Dat komt van ver weg. Japan. Hoe zit dat? Hoe is die club bij de kleur van Copa terechtgekomen? Dat gaat via onze organisator Bram Bos. Die heeft contacten zeg maar, over de hele wereld, maar die heeft ook contacten binnen Nederland met mensen. Mochten wij ergens een ploeg vandaan willen halen waar hij niet direct zelf terecht kan, dan schakelt hij een ander in. En dat is geheim. Oh, geheim? Hoe geheim is dat dan? Dat er niemand vertellen hoe we dat doen. Met een mooie knipoog. Ja. Nou, standaard, alles wat van ver komt is goed, maar waar moeten we deze ploegen in schatten? We hebben met deze ploegen één keer een toernooiwinnaar gehad in de onder 17. En we hebben ook een toernooiwinnaar gehad met een Japanse ploeg onder 14. Oké, okay. Sowieso dus leuk. Er zit echt potentie in die ploegen. Ja, Japanse ploegen zijn ook internationaal sterk. Dus dat is mooi dat zo'n land erbij zit. Mooi. Het is wel mooi dat we dit hier kunnen bekijken dan, die mannen. De volgende. Pool B. 5, plaats 5. Oké. Okay. Uit de derde bak. Is het balletje niet warmer of zwaarder? Ze zijn niet koud of warm. Nee. Hij gaat helemaal eerlijk. Dus het is Ride to Dream uit Ghana. Dat was de eerste ronde. Mag ik jullie allebei danken? Graag gedaan. We zijn toegekomen in deze aflevering van Sportcafé Rivierenland aan de tweede ronde, zullen we maar zeggen, van de loting. Maar voordat we zover zijn, praten we eerst even met Kasper Dekker. Kasper Dekker, een bekende naam bij AZ. Hier in de regio nog niet zo. Vertel eventjes, wat is jouw rol, wat is jouw functie bij AZ? Wat heb je gedaan en wat doe je? Nou, ik ben jeugdtrainer bij AZ op dit moment. Ik coach en train de onder 17. En dat zijn de jongens die hier op het toernooi komen spelen. Ja. De afgelopen twee seizoenen hebben we daar deelgenomen en hebben we de finales leren verliezen. Twee keer op rij. En de derde keer ga jij ervoor om ja, dus er is ons veel aan gelegen om een gunstige loting te maken, zodat we wederom in de finale komen. Want ja, we willen hem uiteraard een keer mee naar huis nemen. Ja. En wat is een gunstige loting dan voor jou? Nou ja, uiteindelijk wil je gewoon dat je heel veel buitenlandse ploegen spelen, omdat het gewoon voor die gasten geweldig is. Ja, en uiteraard als je zo'n toernooi start vlak voor de competitie begint, dan wil je ook... je team bijna klaar hebben om te starten in de competitie, dus je wil een competitieve ploeg hebben op het toernooi. Kijken die mannen ernaar uit, die van jou? Ja, dit zijn wel de mooiste dingen om af te sluiten in je voorbereiding. Nou zijn wij laatst bij met een businessclub vanuit RKTVC bij AZ geweest. Leuk. Ik moet zeggen, het was PSV tegen, of AZ tegen PSV, mooie wedstrijd. Ja. Maar de entourage eromheen, fantastisch. Ja, zeker. Bij AZ wordt het spelletje begrepen. Nou ja, we proberen in ieder geval het publiek te vermaken. Ja, het is een stukje entertainment ook buiten de topsport. En dat is, ja, ik moet zeggen, na de winterstop is dat natuurlijk fantastisch gelukt. En als je dan met zoveel jong talent vierde van Nederland kan worden. Ja, het is waarschijnlijk zo dat die puzzel in elkaar steekt. Ja. Hoe groot is die rol van John van der Brom? Nou, John is wel een verbinder. Dus die is zeker in staat om de senioren in het elftal te verbinden met die jonge gasten die heel wild zijn.
in alles wat ze doen. En ze willen elke dag de beste zijn. Ja, dat moet je ook af en toe wel eens even temperen. En dat, ik denk dat John heel goed daar de balans in gevonden heeft. Vooral met het aantrekken van Ron Vlaar als verdediger. En dat entertainment wat je zegt, hè? Ja. Hoe moet ik dat zien? Is dat het voetbal wat jullie spelen? Of is dat, vermaak je het publiek ook op een andere manier? Ja, we hebben op zich hebben we 17.000 gasten in ons huis. En, ja. Ja, die willen we wel wat bieden. En, dat valt niet altijd mee in het Nederlands voetbal. Hè? Want er wordt gezegd dat het niveau in Nederland niet heel erg hoog is. Ja, ik denk dat wij als club spektakel willen bieden. We willen die plaats op de tribunes voor hebben. Ja, dat is na DSB-periode, zijn we daar nu aardig in geslaagd. Ja, nogmaals, fantastisch. Die beleving was gewoon inderdaad gewoon geweldig. En dan de secundaire dingen, dus niet zozeer het voetbal, maar alles wat er omheen was, ja, klopt. Ja, het klopt. Ja, mooi. En dat is wat dat betreft volgens mij een voorbeeld in Nederland, toch? Ja, ik ben bij veel stadions geweest, dan heb ik veel analyses voor door het land. En, ik heb wel het idee dat AZ zich daarin profileert. En, maar ik begrijp het niet. Maar dat alles eromheen, wat is dat dan? Nou ja, alleen al, ik let dan op details, de muziek. Niet dat daar van die kleine boekjes hangen waarom je niet dat komt, maar gewoon boem, boem. Nee, okay. We gaan erop, ja. Weet je wel. Er komt ineens een helikopter naar beneden, er wordt van tevoren van alles en nog wat geroepen. En dan worden daar supporters die al zoveel jaar lid zijn gehuldigd. Nou, en ga zo maar door. Ja. Dat duurt eigenlijk al net zo lang als de wedstrijd zelf. Het hele spektakel eromheen. Daarna een hapje en een drankje. Mooi. Allemaal top. Ja, leuk. Ik denk ook dat dat een beetje de kernwaarde van AZ is. Dat je een familiair gevoel krijgt. Het Amerikaanse model zit er wel een beetje in. Maar heeft natuurlijk ook alles te maken met jullie directeur. Ja, met meneer Einhoorn en, en Ernest Stewart die er in het verleden gezeten hebben. Absoluut. Nou, hartstikke goed. Hey, kijk of jij gouden handjes hebt. Nou, want het is mij namelijk vanuit Haarlem verteld, daar kom je zelf vandaan. Ja, ja. Kasper, de man met de gouden handjes. Laat maar zien. Ik ben benieuwd. Nou, ben ja. De druk is over. Ja, goed, de eerste bal zal toch door de pool gemaakt worden. Ja. Dus. Pool B, plaats 4. Pool B, plaats 4. Kijk, daar kunnen we wat mee getten. Ja, dat is helemaal. Ja, maar nou wordt het interessant. Nou, dan ga ik ze even flink husselen. Ja. Kijken of die gouden handjes inderdaad goud zijn. Ja. Kijken of we de ballen nog open krijgen. Ja, dat gaat helemaal. Dat gaat hartstikke goed. Nou, dan is de eerste. Ah, agent. Dat lukt wel. Snel. Cool. Nou, welke zou dat zijn? Heb jij enig idee? Want je weet het niet, hè? Pool A, 4. Nou, de laatste. Pool A, 4. Nou. Onze vrienden uit Denemarken. Kopenhagen. FC Kopenhagen. Wat is de kwaliteit daarvan op dit moment? Deens voetbal, ja. Dat staat algemeen bekend. Dat is technisch. Technisch goed. En fysiek ook nog. Worden ze ook steeds sterker. Oftewel een welkome aanvulling op het dus het tweede jaar. Oké. Okay. Ja. Nou, volgens mij hebben we deze rond dan, hè? Deze rond. Mooi. Toegekomen aan de volgende gast in deze aflevering van Sportcafé Rivierenland. En dat is Erik Meijers. Erik, hartstikke welkom in het programma. Jij bent de trainer van Achilles 29, is het, hè? Van Groesbeek. Dat klopt. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. Jullie spelen Jupiler League. De centrale vraag voor jou en ook voor mij, want we hadden het er net over. Ja. Een plaats, Groesbeek, 17.000 mensen en gewoon meedoen in de Jupiler League. En hoe? Ja, om precies te zijn is het een plaats van 18.000 inwoners met 6 voetbalclubs. Dus het ademt voetbal. Ja, en je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. Nou, en zo gaat dat. Je wordt ermee besmet. Het ligt dicht tussen de Duitse heuvelen haast. Hè. We zitten aan de grens. Dus we hebben wel wat Duitse trekjes. Maar daar schamen we ons niet voor. Nee. Nee, het is wat dat betreft een hele bijzondere plek. Dat Groesbeek, dat weet ik vanuit mijn eigen privéleven. Maar een mooie plek om in te werken ook, hè? Nee, absoluut. Ik bedoel, wij zijn iedere dag met ons vak bezig. En wij proberen ons gewoon iedere dag te verbeteren. En daarom zijn wij eigenlijk ook 3 jaar terug in het diepe gestopt. Hè? Zoals je weet is in 1954 het betaald voetbal begonnen. En gelukkig maken wij daar nu eigenlijk het nieuwe seizoen een einde aan. Want eigenlijk moeten we niet meer spreken over betaald voetbal en amateurvoetbal. Maar toen jullie begonnen met dat betaald voetbal, dacht iedereen toch van dat jullie gek waren geworden? Ja, nou goed, de verschillen zijn natuurlijk door de geschiedenis heen ontzettend groot.
En we willen nu juist alle disciplines weer bij elkaar brengen en één voetbalpyramide van maken. En ja, daarom juich ik de metamorfose van de KNVB juichen wij enorm toe. Want daar is het voetbal mee gebaat en daar doen we het tenslotte voor. Maar hoe doen jullie dat met, je zegt net al 17.000 inwoners, je speelt nu betaald voetbal, dat kost geld, budget. Hoeveel kost zoiets? Nou goed, we hebben een begroting van ongeveer 1 miljoen euro. En daar moet de hele club van reilen en zeilen. Maar goed, wij spelen tegen clubs als Sparta en VVV. Ja, die zitten dicht op de 7, 8 miljoen. Dus, ja, dat is 7 keer zoveel, ja. Ja. En dat doe je dan goed? Ja, we zijn zeker niet ontevreden, maar we willen altijd meer. Kijk, wij zijn 3 jaar geleden in het diepe gestapt, omdat wij eigenlijk kampioen van Nederland werden. En we konden niet meer. We konden niet omhoog. Eventjes, zeg maar even een sneaky vraagje, hè. Groesbeek staat toch een beetje bekend van vroeger uit al van de smokkelaars en zo. En op zaterdag wordt er nog steeds altijd hard gewerkt in Groesbeek. 1 miljoen officieel. Inofficieel, hoe is het budget dan? Nou goed, ik zit niet in het bestuur. Ik ben eigenlijk gewoon maar werknemer, dus daar ga ik niet over. Maar ik denk dat bij ons not done is. Daar ontkom je niet meer aan. Dat zie maar het sprekend voorbeeld dat, op dit moment FC Twente. Ja. Dus ik denk ook dat er gewoon hard tegen opgetreden moet worden. Want wij moeten naar een gezonde sport. Waar je moet zorgen dat je de beste wilt zijn. En dat zal op een goede manier moeten gebeuren. En op een hele manier waarop we eigenlijk ook naar de toekomst toe kunnen kijken. En overeind kunnen blijven. En ik denk dat we daar op dit moment in Groesbeek heel goed mee bezig zijn. Maar hoe doe je dat, de beste zijn? Door iedere dag jezelf te verbeteren. Niet alleen jezelf, maar ook het hele team waar je mee werkt. En ik denk juist dat de uitdaging moet zijn om gewoon op zoek te gaan naar je persoonlijke top. Net zoals dat Jan met zijn toernooi of ieder jaar beter wil worden, willen wij met onze club ook ieder jaar beter worden. Nou ja, goed. En dat gaat jullie goed af. Daar zijn we nu gewoon in ieder geval, hebben we daar een hele goede start mee gemaakt, laat ik het zo zeggen. De eerste jaar laatste, afgelopen seizoen. 15e geloof ik, hè, in de Jupiler League. Ja, dat klopt. Nou, we hebben toch 4 grote steden achter ons gelaten met een hoger budget. Dat is fantastisch. Dan mag je daar gewoon tevreden over zijn. Alleen, we willen altijd meer. Hoe zien die verenigingen nou, hè, zoals wat je net noemde, VVV, NAC, zijn toch allemaal instituten. Hoe zien ze nou, zeg maar, zo'n Achilles 29 vanuit Groesbeek? Nou, wat daar lacherig om gedaan? Of ja, niet? Ja, in eerste instantie wel, vind ik wel. Omdat ik kom natuurlijk toch uit de amateurwereld. Ik ben dan een trainer die 25 jaar in het vak zit. En eigenlijk van onderaf nu in de Jupiler League zit. En ja, ik denk dat ik de enige misschien wel ben in betaald voetbal die zelf geen betaald voetbal heeft gespeeld. En in zo'n conservatieve wereld zitten wij. En nu door de veranderingen die de KNVB nu teweeg brengt, worden er gewoon heilige huisjes omver geschopt. Ja, jij doet op dat de tweede divisie er komt en de derde divisie. Ja, dat is geweldig. Ja. Dat is toch prachtig? Absoluut. Dan kun je degraderen. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je kampioen wordt, moet je omhoog. En ja, als je het laatste eindigt, moet je naar beneden. En dat is natuurlijk in ons vak, is dat eigenlijk tot op de dag van vandaag niet gebeurd. En dan zit het er ook weer aan te komen dat jullie met de aardsrivaal de treffers eens een keer weer gaan spelen, de derby. Nou, dat is wel leuk, want ik was vorig seizoen trainer van JVC Kuik en toen kwam ik in een volle kantine van de treffers. En toen werd ik geïnterviewd door Iwan van Duren. Mm-hmm. En die zei van, mis je de derby niet, hè? Zoals je weet zijn wij in 2008 kampioen geworden tegen de treffers voor 5000 man. Ja. In de laatste wedstrijd waar we allebei kampioen konden worden van de hoofdklasse. Nou, daarna hebben we in de topklasse menig gevecht tegen elkaar uitgevochten. Ik zeg altijd, er zijn in de amateurwereld 3 dorpen waar het gebeurt. En dat is Spakenburg, dat is Groesbeek en dat is de Bollenstreek. Nou, dus daar is een ontzettende rivaliteit. Ja. En Iwan van Duren vroeg ook aan mij van, mis je de derby niet? Ik zei, ja, die mis ik wel. Ja, zou je die niet willen spelen? Ik zei, ja, die wil ik heel graag spelen. Ik zeg maar wel in de Jupiler League. Ja, nou, die kans die gaat er wellicht komen als de treffers dus weer promotie gaan maken. Ja, en dat en dan komt het op heden niet. Nee, en dat gaat nu wel gebeuren. Ja. Want ik ben heel benieuwd wie de eerste kampioen wordt in de tweede divisie. Ja, ik moet je even corrigeren. Er is nog een derby bijgekomen, hè, die er tegenwoordig toe doet. En dat is dan TSC vanuit Tiel tegen Linde. De wedstrijd in Tiel, dat waren 3000 man. Ja, maar het is prachtig. Die derby die moet ieder jaar gespeeld worden. Ja. Ik bedoel, TSC is op dit moment natuurlijk geweldig bezig. En gaat ook een geweldige ploeg. Er wordt heel goed over voetbal nagedacht. En je ziet dan dat toch op een gegeven moment, als alles klopt, dan ga je succes krijgen. Achilles 29, de hoofdsponsor, komt uit Tiel. Dat moet jou natuurlijk ook heel veel plezier doen, hè? Ja, nee, goed, tuurlijk, maar sponsoren zitten over het hele land en toevallig komt het uit Tiel. Nou, dat is voor ons natuurlijk alleen maar prettig, want ze geven de centjes, hè. Ja,
En daar dat draait het uiteindelijk uiteindelijk wel, ja. Ja. Het is de tool om het doel te bereiken. Ja, nee, absoluut. Daar ontkomen we niet aan. En wij moeten ook zorgen dat wij ons budget weer verhogen om met de grote jongens mee te kunnen. Maar goed, je zult heel innovatief moeten zijn. Je moet heel creatief zijn en vaak het onderste uit de kan halen. Maar dan is het ook juist mooi dat je grotere steden achter je kan laten. Ja. En hoog op de ranglijst kan eindigen. Nou, Achilles 29, een voorbeeld in de landen. Met name ook voor de clubs in die tweede divisie nu. Hoe het rijdt er uit wat dat betreft, chapeau. Nee, goed, we hebben de eerste aanzet gegeven. En het is ook voor een ploeg als RKTVC is nu weggelegd om binnen 5 jaar of 6 jaar Eredivisie te voetballen. Ja, dat klinkt gek, maar het kan wel. Ja. En ik denk juist dat dat juist de shoe is van het moment wat er nu gaat gebeuren. Een schone taak voor Hankie Leetemia. En die bal die blijft rond natuurlijk, hè? Zo is het ook nog eens een keer. Hé, hey, we gaan naar die loting toe. Nee. Is hij warm, lichter, voel je iets? Met de Rooms-Katholieke Tielse voetbalvereniging zit het allemaal wel oké. Ja, dat is een fout. Als dat fouten zijn, moeten we zondag biechten. Ja, precies. Nou, dat is mijn club. Feyenoord. Feyenoord. Kijk. Oké. Okay. Rapapa. En dat is FC Utrecht. Utrecht, kijk. Erik, ja, nogmaals, chapeau voor wat Achilles 29 gepresenteerd heeft tot nu toe. En natuurlijk blijven we die Gelderse ploeg volgen. En natuurlijk zien we jou ook weer bij de Kleuven kopen, hè? Want ik neem aan dat je komt kijken. Ja, absoluut. Dat heb ik Jan beloofd, dus dat kom ik na. Alleen Jan? En jou ook. Hey, bedankt voor het gesprek. Ja, okay. In Sportcafé Rivierenland zijn we aangekomen bij het laatste gedeelte van dit programma. En dat heeft alles te maken met de uitleg van die loting. Erik van Verseveld, jij bent de voorzitter van de Kleuven Copa. Eerlijk gezegd, Gert, begreep jij er iets van, die loting? Ik begrijp er geen klote van. Nee. Voor mij is de enige uitleg wel, dat vind ik wel belangrijk, dat ik even weet hoe het nou precies in elkaar steekt. De poolindeling was eigenlijk gebaseerd op vroeger. Vroeger hadden we wat mindere clubs, waren er weer, was het anders opgebouwd. Mm-hmm. Dat betekende dus dat we in de laatste wedstrijd in de pool de nummers 1 en 2 tegen elkaar speelden. Dat waren dan ook de sterkste ploegen uit de pool. Dus dan had je eigenlijk een finale wedstrijd. Gezien de pool nu en de ploegen nu, is iedere wedstrijd denk ik een finale. Gaat het eigenlijk niet meer om de plaatsen 5 en 6 in de pool. Gaat het om in welke pool zit ik? Met welk team zit ik daarin? En dan is het dus buffelen, denk ik. Als je de teams gezien hebt, Lazio Roma, AZ, Feyenoord. Ja, is gewoon een heel mooi lijstje. Ja, heel dan denk je dat je aan de bak mag. Nou, en we projecteren nu ook in beeld hoe het daadwerkelijk in elkaar zit. Je moet er trots op zijn, hè, op deze aflevering, deze editie van de Kleuven Copa die eraan komt. Ik denk dat we trots moeten zijn op alles wat we gedaan hebben met het toernooi. En dat we hier gekomen zijn is dankzij heel veel mensen, denk ik. Ook heel veel mensen die hier aanwezig zijn. Een oude hoofdtrainer die ik zie, een ambassadeur die ik zie. Mensen zoals Kees Verwonderen en de trainer van Achilles die hun verhaal komen doen. Dan denk ik dat we gerust mogen zeggen dat we wat neergezet hebben. Dus ja. Ik ben trots. Nou, kunnen we ons helemaal bij aansluiten voor jou en al je mensen in die organisatie. Want jullie doen natuurlijk niet alleen. Groot applaus. Dank je wel. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Sportcafé Rivierenland. Gert, het was me weer een aangenaam genoeg, hè? Mij ook. Zullen we bij deze afspreken dat we de volgende maand weer eens even flink tegenaan gaan? Ja, daaraan. Daaraan. Ja, okay. Zo daaraan, ja. Graag tot dan.